We've got a perfect storm. We don't care about the second wind or something else to take form. Dennis? Iemand door de kat kon heen schoppen. Ja, wat ik van de wedstrijd vind? Woord van de dag. Zeker. Ik vond het echt erg slecht. Doe een beetje normaal. Wees realistisch. Het is zondag 16 februari 2020. We spelen tegen FC Groningen. Ik bedank de donateurs en de sponsors Biercafé Walenburg en Stay at Work. En de grote vraag is vandaag, wordt Dennis de man of the match? Dit is... Bosselaar TV. Dennis? Ja, de storm die vandaag woedt, die heet Dennis. Ja. Ik denk dat de laatste Dennis die man of the match was, was denk ik Dennis de Nooijer, hè? Ja, hebben we niet nog... Krijgsman, maar is dat volgens mij hetzelfde elftal? Ja. Ik denk dat het advies is toch, hè, zeker als nu Achter er niet bij is, want die is geblesseerd geraakt de vorige wedstrijd, combineren over de grond en met steekballetjes de diepte zoeken. Ja, als je Rai en Joost hebt, lijkt me dat wel. Laten we dan wel even onthouden dat we twee kopgoals uit de corner maken in die wedstrijd waar je een voorzet laat. Dus voor een keeper is die wind heel lastig. Dus daar, wij zijn denk ik heel lastig te verdedigen met Matthij, Vriends en Ouassar die zo'n goal kunnen maken. Dus dat zou ik ook niet vergeten. Maar als je Rai in plaats van Acht zet, dan denk ik dat je meer met de bal aan de voet moet gaan doen. Je noemde de corners waaruit gescoord werd. Die hier waren genomen door Dante Rigo, die een uitstekende wedstrijd speelde. Ja, nou ja, we hebben een tijdje gehad dat we het op het veld, tenminste in de competitie nog niet zagen. Maar dat we dachten, hij wordt steeds opgesteld, dus hij zal wel goed trainen. Nou ja, goed, nu, die corners zijn gewoon goed. En we zijn wel eens anders gewend geweest, hele seizoenen lang. Groningen staat een paar plaatsen boven ons. Ja, het moet kunnen toch, thuis op het kasteel? Ja, en uitspelen ze sowieso niet zo goed. Op kunstgras al helemaal niet. Dus ik zou zeggen, dit moet toch een wedstrijd zijn die je moet kunnen pakken. En, dan komen we in het linker rijtje terecht. Nou ja, in plaats 9 stond te lonken, want ik zag Heerenveen. Ineens was het 2-2 en in de vloek en de zucht was het weer 4-2. Dus dat wordt een leuke samenvatting vanavond, denk ik. Maar... dan ga je ineens naar boven kijken, want dan staat namelijk, als we winnen, staat Groningen ook nog maar 2 punten van ons verwijderd, geloof ik. Reken je Groningen ook tot dat blok wat heel dicht bij elkaar staat? Ja, nou ja, Vrees is echt heel slim van, ja, ik vind dat zij een betere selectie hebben, maar ik vind niet dat ze zo'n hele goede selectie hebben. Dus het is een prima ploeg. Ze zijn ook moeizaam begonnen natuurlijk dit jaar. En als wij uit de betere ploeg zijn en als je het hebt over... van jezelf verliezen. Dat was uit in Groningen wel het geval, ja. Prachtige penalty. En een heerlijke rode kaart. Nou ja, tot ziens. Tot slot. De voorspelling. Wat denk jij? Ik denk dat we het wel gaan winnen. 3-1. Ja, dan zeg jij weer 3-1, hè? Wou je ook zeggen, zeker? Ja, natuurlijk. Nee, dan zeg ik gewoon 3-2. Dan is het ook leuk. 4-2. 4-2. Net als vorige week. Ja. 4 keer Ouassar. 4 kopballen. Nou, dan geef ik een rondje. Ja, het zou er minder kunnen zijn. Nee, maar ik rij hier voor de goal. Ik ben benieuwd hoe hij dat gaat doen. Dus zin in en ik heb wel vertrouwen in. Ja, dit moeten we gewoon kunnen winnen. Niet te veel respect voor Groningen. Goed zo. Veel plezier. Jij ook. Tot straks. Ja, Michiel. Ja. Ik vond het echt erg slecht. Ja, ik had wel een moeizame wedstrijd verwacht. Maar stugge ploeg, hè? En kijk, zoals ik er naar kijk, is je hebt twee enorme klappen. Eerst krijg je een penalty die je mist. Vervolgens vallen er twee spelers van je uit. Kun je als trainer ook niet meer wisselen zoals je zou willen. Je houdt meestal dan toch een mannetje achter de hand.
Ja, de conclusie voor mij is dat ik vond Groningen niet veel beter. Nou, Groningen heeft het gewoon heel goed gedaan natuurlijk. Maar weet je wel, wat ik echt verschrikkelijk vind, is dat volgens mij Matthij het meeste balbezit heeft gehad. Er werd alleen maar achterin rondgespeeld terwijl je potverdorie 2-0 achter staat. En later 2-1. Ja, maar dat komt omdat bijna geen ploegen tegen Groningen is het lastig scoren. En waarom is het lastig scoren? Omdat ze goed druk zetten op de bal. Nou, het gaat ook over keuzes maken, Michiel. Als een back een bal heeft en op middenveld komt iemand vrij en er wordt toch breed naar achteren gespeeld, dan kun je ook gewoon niks meer creëren. Dat is niet de verdienste van Groningen. Nee, maar je hebt twee mannen moeten wisselen. Dat is een aderlating. Twee middenvelders. Kan je nog steeds andere keuzes maken? Ja, dat kan. Keuzes naar voren? Dat kan, alleen ik denk dan bij mezelf, ja, dit is een middenmotor. Dat is voor ons een hele zware kluif. Schiet je die penalty erin, dan loopt het anders. En wat ik zeg, 3-4 goals tegen Groningen maken, dat doet niemand. Haroush ziet er twee keer achter elkaar niet goed uit. Nee, ik denk na die penalty was het, het meest positieve wat ik kan zeggen, ik denk dat hij op een voorzet rekende. Nee, dat was duidelijk, ja. Maar ja, er gaat een heel lullig mislukt balletje, vliegt zo de goal. De roep om Koremans wordt steeds groter, is dat terecht? Nou ja, 3 wedstrijden op rij en blunder, dan kun je verwachten dat je een keeper die alleen een rode kaart heeft gehaald, maar weinig heeft geblunderd, een keer een kans geeft, ja. Kan ik me goed voorstellen. Zie je dat gebeuren? Ja, dat weet ik niet. Ik kan niet in het hoofd van Vrezen kijken. Ik denk dat er wel een omslagpunt zou kunnen zijn, ja. Kijk, dat doe je niet halverwege de wedstrijd. En zeker niet als je al 2 wissels hebt verspeeld. Nee, tuurlijk niet. Nee. Dus, maar keeperwisselen in de rust is sowieso al een unicum, hè, als dat gebeurt. Het gedurende de wedstrijd is al een unicum. Ik heb het Van Gaal zien doen, ja. Maar ja, het zou mij niet verbazen als Koremans erin staat. Maar ja, uiteindelijk nekt het je vandaag wel, denk ik, je keeper. Appie Haroui, wat gaat hij opleveren, denk je? Want dat hij in de zomer weggaat is wel duidelijk, denk ik. Ja, nou ja, onder de 4 miljoen zou ik te weinig vinden in ieder geval. Ja, alles onder de 4 miljoen, dus ik heb geen idee. 7, 8 miljoen, toch? Fuck, ik wilde nog iets slims vragen. Iets slims? Ja. Ik heb van tevoren me afgevraagd, hè, of de Storm Dennis misschien met of een match zou worden. Heeft de wind nog invloed gehad op het spel? Ja, vaak. Ik vond eigenlijk dat het... hij staat net iets anders als dinsdag. Ik zag nu wel een aantal spelsituaties dat je zag van... die bal die waait weg. Een aantal keren zag ik dat wel. Zonder Rigo zijn onze corners ook een stuk minder, hè? Zo, inderdaad, zegt hij. Ja. La Ros Duarte. Ja. Ik vond hem niet fijn invallen. Nou, hij was niet solide. Hij had een paar ongelooflijk gevaarlijke keren balverlies. Zullen we nog even na gaan praten? In de Bosselaar. 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 Hans. Goedemiddag, daar zijn we weer. Heb je misschien een woord van de dag? Zeker. Ik heb rommelig als woord van de dag. Met als andere... De definitie is wanorde... chaotisch misschien wel. Niet opgeruimd. Zo kunnen we nog wel heel veel dingen over rommelig vertellen. Maar de wedstrijd was in ieder geval mijn inziens zeer rommelig. Richard de Boer. Goedenavond, jongen. Wat vond je van deze matige vertoning? Ik vind het echt vreselijk. Je hebt de kans om 1-0 te maken en doe je niet. En Rai in de basis met alles, met zijn overtreding die hij maakt tegen Utrecht, handje uitsteken, dat was al een punt gekost. Iemand door de catacombe heen schoppen, douwen, waar hij vreselijk voor moet gaan staan. En 2 weken geleden dat hij ook rood pakt zomaar. En dan krijgt hij toch de voorkeur, terwijl vreselijk eigenlijk suggereert in een interview met Raymond, joh, ik ga Duarte de kans geven, die rode. En dan vervolgens niet doen. Ja, dat vind ik erg. Rob. Hans. Teleurstellende middag, of niet? Ja, je verliest, hè. Dus dat is altijd teleurstellend. Dus ja. Wat ik van de wedstrijd vind, zeg maar. Ja, bijvoorbeeld. Pech dat je die strafschop er niet in schiet. Die pakt pad goed. De wissel die volgde, zeg maar. Valt natuurlijk een beetje verkeerd uit, maar snap ik ook wel. De blessure heb ik hiermee gekregen. Of de blessures, moet ik eigenlijk zeggen.
Nou, toen kwam een Ros erin, zeg maar, die je misschien al eerder had kunnen verwachten. Toen stond Sparta wel wat beter. Maar ja, ik vond de Ros toch niet goed invallen, zeg maar. Alhoewel, Bart en Rigo die waren natuurlijk tegen elkaar opgebotst. Wat er niet fijn uitziet. Dus meneer Rigo, veel beterschap. Ik hoop dat je echt weer goed bovenop komt. Ik zeg ja. Ik zeg, als Duarte meedoet, dan heb ik er wel vertrouwen. Maar staat hij heen weer in. Ja, ja. En dan krijg je die strafschop en dan krijg hij ook nog de voorkeur om te nemen. En dan mist hem ook nog. Dat is, dan roep je onheil over jezelf af. Fraser, bedankt. Ik denk dat we een beetje de creativiteit missen. Het weer zat niet mee. En ik denk dat de verdediging van Groningen ook gewoon heel erg goed is. Dat ze best wel wat hebben staan achterin. Dus, ja. Voor de rest ook een rommelige wedstrijd. Constant spelonderbrekingen. En dat maakte de wedstrijd volgens mij er niet beter op. Er was geen tempo zat erin. Wie vond jij de beste Spartaan? Oeh, dat is een goede vraag, ja. Nou, Haroes niet, want die ging weer, kwam weer in de derde fout. Een voorzet die er zomaar in vloog. De beste Spartaan, ja. Oeh, dat vind ik een goede vraag. Ik heb alleen meer zitten erger aan iets dan dat ik zeg wie is de beste. Want ja, Joost is geen kopper, hè? Kunnen we concluderen. Joost is geen kopper, nee. En die werkt ook wel hard, hoor. En Piriou werkt ook wel hard. Die verdedigt ook lekker mee, zeg maar. Maar ja, voorin ben je een beetje kwetsbaar als Achleni is. Haroui weer de beste man? Ja, absoluut. Absoluut. Heeft twee penalties natuurlijk voor elkaar gekregen. Goed bal vast, goede voorzet. Altijd gevaarlijk. Voor mij, wat mij betreft, wat Sparta betreft, de uitblinker. Ja, hij was altijd degelijk. Altijd een zesje, minimaal zes. Meestal een zeven, maar die was een zes. Is die altijd, vind ik eigenlijk, hoor. En ik denk dat we hem ook wel voor een hoop centjes gaan verkopen aan het eind van het seizoen. Ik hoop naar een buitenlandse club en niet naar een subtopper. Maar hij heeft ook wel eens een vervelende momentjes. Want hij pakte vandaag een gele kaart. En dan vraag ik me een beetje af waarom hij die kreeg. Ik heb het niet gezien. Maar ja, als je de reactie van Buijs zag daarop. Die ook zijn gele kaart pakte. Zal het waarschijnlijk wel terecht zijn. En dat wil ik wel even terugzien. Wordt het tijd voor Koremans of niet? Die roep wordt steeds sterker. Ja, die roep wordt wel steeds sterker. Maar laten we nou gewoon vertrouwen houden in onze keeper. Want laten we eerlijk zijn. Haroush tegen Ajax toen heeft hij er echt heel veel uitgehaald. Dat is gewoon een goede keeper. En ja, hij heeft de laatste tijd wat mindere dingetjes. Maar we hebben Koremans er toen ook niet ingezet. Toen Kortsmeer toch al die fouten achter elkaar maakte. Iedere wedstrijd. Dus laten we gewoon normaal doen. En Haroush lekker laten staan. Ik kan voorstellen, Haroush er helemaal naast. Ja, die winter speelt een beetje apart. Maar daar moet je toch wel een beetje rekening mee houden. Want hij weet dat het zo slecht weer is. Dan weet je dat zoiets kan gebeuren. En daar houdt hij helemaal geen rekening mee. Ja, dat vond ik echt weer een blunder. Drie blunders op rij. Terwijl ik er best wel hoog zit bij Haroush. Maar ik vind hem echt drie wedstrijden gewoon echt wel... Er zijn cruciale momenten waar het fout gaat. Dat vond ik jammer. Ja, ja, ik heb het net tegen iemand gezegd. Voor mij was het Floris. Haroush maakt nu drie keer achter elkaar maakt hij een fout. Hè? Bij Twente uit. Nou, vorige keer tegen ADO liep het goed af. Hè, met het te laat uitkomen. Of te vroeg uitkomen. In ieder geval niet goed uitkomen. En vandaag zag hij er ook niet best uit. Ik denk dat Koremans en Haroush elkaar niet zoveel schelen. Zeg maar. Maar ja... Ja, dat moet Fraser maar beslissen. Maar het moet niet een vierde keer gebeuren, laat ik zo zeggen. Nee, dan ligt hij er wel uit, denk ik. Ja. Ik had vorige week al eens iets van, het wordt tijd voor Koremans. Maar ja, Koremans was ook half zo met die kopstoot. Maar voor de rest deed het uitstekend natuurlijk. Geen fout gemaakt. Geen blunders in ieder geval. Ja, een blunder met een kopstoot, maar niet een voetbalmoment, zeg maar. En dat was bij Haroush. Ik ben best wel ver van Haroush. Maar wat is er met die man aan de hand ineens, joh? Ja, die zelfverzekerheid is helemaal weg. Ik heb je ook een aantal weken geleden gezegd dat die man zelfverzekerd. Hij ziet alles van tevoren aankomen. Nu zie ik het helemaal niet aankomen meer. Af en toe zit het te analyseren. Denk je, wat is er aan de hand? Hoe kan dat nou ineens? Wat is er met die man? Het zal wel emoties zijn. Het zal iets misschien in zijn relatie zijn. Dat hij deze niet zichzelf vertrouwen voelt. Er zal iets aan de hand zijn. Want ineens is het anders bij hem. Vol blijven houden. Gewoon blijven voetballen zoals het gaat. En hopen op een goede Agge. En misschien wat eerder Matthijen in de spits gooien. Bedoel. Conclusie rommelig. Rommelige middag. Wanorde vind ik dan een beetje overdreven, chaotisch ook, maar het was wel rommelig. Maar ik baal er gewoon van. Ja, sorry. We've got a perfect storm. We don't care about the second wind. Or sun.
else.